Suriname heeft nog geen volwassen sociaal dialoog. Dit zei minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gisteren bij de start van de tripartiet capaciteitsopbouwworkshop over sociaal dialoog in de bankethal van Hotel Torarica. De arbeidsminister onderstreepte het belang van het opvolgen van de afspraken. Hoewel er bij sommige zaken vooruitgang is geboekt en bij andere niet, meent hij dat het noodzakelijk is om instituten op te richten die een resultaatgerichte sociale dialoog kunnen garanderen. Voor mij als minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is een van de voornaamste aspecten waarom resultaatgerichte dialoog, sociale dialoog in ons land ontbreekt of niet tot volle wasdom is gekomen, het aspect van vertrouwen. En ik heb het meegemaakt in tripartite meetings, ik heb het meegemaakt in commissies, etc. En het vertrouwen tussen de sociale partners is helaas niet één. Is nog niet wat het wezen moet zijn. Ja, we kunnen komen tot wat basic zaken, overeenstemmingen. Maar als we diepgaander willen gaan, dan komt steeds weer het gebrek van vertrouwen, of beter gezegd wantrouwen, naar voren. Een ander aspect welke sociale dialoog in Suriname toch wel belemmert, heeft ook wel te maken met het feit dat we soms niet goed beseffen wat sociale dialoog is. McAndrew benadrukte dat sociale dialoog niet simpelweg betekent dat mensen met een verlanglijst komen en verwachten dat alles wordt uitgevoerd met als dreigement om anders de onderhandelingen te verlaten. Volgens de minister gaat het erom dat partijen hun aandachtspunten op tafel leggen, waarna gezamenlijk over wordt gesproken om tot oplossingen en een gezamenlijke oplossing te komen. Maar ik moet ook eerlijk erkennen dat sociale dialoog ook betekent dat er leiderschap getoond moet worden. En leiderschap bij de vakbeweging, bedrijfsleven, maar zeker ook bij de overheid. En als we kijken naar succesvolle gevallen van sociale dialoog, zeker in de regio waar ik ervaring mee heb, dan zie je toch wel dat leiderschap van cruciaal belang was. In 1990 had Barbados een enorme economische crisis, zoals we ook de afgelopen jaren hebben meegemaakt. En de sociale partners zijn toen bijeengekomen om te praten over hoe gaan we deze crisis aanpakken, zodat we toch wel Barbados tot ontwikkeling kunnen brengen. En dat gebeurde niet onder Owen Arthur. Er waren kort daarna verkiezingen, Owen Arthur won en hij heeft toen leiderschap getoond door het sociale dialoog voor te zetten, door de overeenkomsten te nemen en te zeggen van dit zijn we overeengekomen als sociale partners, dus we gaan hiermee door. De minister benadrukte dat het niet de bedoeling is om bij elke nieuwe regering met gewijzigde beleidsinzichten te komen, zoals vaak het geval is. In plaats daarvan is aangegeven dat continuïteit van beleid moet worden gewaarborgd.